Jonge jongens zitten al vanaf hele jonge leeftijd, eigenlijk al als ze baby zijn, al regelmatig aan hun piemel. En het is niet seksueels, maar dus gewoon omdat het fijn voelt. En jullie toen je nog peutertje waren, jongens, deden jullie dat ook. En misschien sliep je wel met je hand in je broek of in je, op je penis, gewoon voor het geval die eraf zou vallen. Dus het is normaal, wat anderen in de comments ook zeiden. Vrouwen zitten wel eens aan hun eigen lichaam, omdat een hand op de borst, terwijl je relaxed bent, prettig voelt. En mannen willen nog wel eens een hand op hun penis leggen op het moment dat ze dus in een relaxte stand zijn. Dus wat je zelf maar prettig vindt, zolang je het maar niet in het openbaar doet. Wat jij hebt is een voetenfetish. En een fetish is als je ergens kan door een onderdeel van menselijk lichaam zijn of door een voorwerp, dat je daar opgewonden door raakt. En dat betekent niet dat je daar iets seksueels verder mee wil doen, maar je raakt er alleen opgewonden van. En er zijn, ik denk wel 55% van de mensen hebben een fetish. En dat kan zijn rubber, leer, ondergoed, schoenen, hooggehakte schoenen, voeten. Het wordt weer voorjaar, dus vrouwen gaan weer op blote voeten of met open tenen lopen. Van die schoenen met open tenen, dat vinden heel veel, vooral mannen, heel erg aantrekkelijk. Blote benen. Kan van alles zijn, maar dat is wel vrij normaal. En het voetenfetish of het schoen, ja, voetenfetish staat heel hoog. Er zijn heel veel mensen hebben een voetenfetish, dus je bent niet heel abnormaal of zo. Ongeveer 1 op de 5 vrouwen voelt de eisprong. En het is vaak een stekende pijn onder in je buik. Soms een beetje aan de linkerkant, soms een beetje aan de rechterkant. Ligt er een beetje aan vanuit welke eileider de eisprong is, zeg maar, vanuit welke eierstok. En sommige vrouwen hebben de hele onderbuik voor een langere periode pijnlijk, maar meestal is het kortdurend. En het is meestal dus rond dag 14 van je cyclus, maar het kan ook wel een ander moment zijn. Het is heel handig als je zwanger wil worden, want dan voel je precies wanneer je eisprong is en dan moet er even werk aan de winkel. Bow down when you see me. You go bow down in respect. Oké. Wachten tot het mooi weer wordt. Dan kun je buiten vrijen. In de auto. Maar als je jong bent heb je denk ik nog geen auto. Misschien bij vrienden. Ja, je moet een beetje creatief zijn graag. Anders moet je wachten. We doen even twee vragen in één. De ene vraag, hoe krijg je tweelingen? En de andere vraag was, kun je van twee verschillende mannen, twee verschillende kinderen als tweeling krijgen? Dus van de tweelingen is de ene kind van de ene vader en de andere kind van de andere vader. Nou, hoe krijg je tweelingen? Tweelingen kunnen ontstaan doordat de vrouw twee eitjes tegelijk maakt. Dus dat in die maand twee eitjes vrijkomen. Die kunnen ieder bevrucht worden. Dan heb je dus een twee-eigen tweeling. Dus twee verschillende kinderen die dus verschillend van geslacht kunnen zijn, verschillend van uiterlijk. Alleen, die zit wel tegelijkertijd in de baarmoeder. Dan heb je nog dat het eitje bevrucht wordt. En tijdens al die celdelingen die daarna plaatsvinden, dat dit eitje zich splitst. En dan krijg je dus een één-eigen tweeling. Dan krijg je dus een tweeling die precies op elkaar lijkt. Want het eitje heeft zich gesplitst en hebben dus precies hetzelfde DNA. Als je een twee-eigen tweeling hebt, dus er zijn twee eitjes, dan kan het dus ieder eitje door sperma van een andere man bevrucht worden. Als een vrouw met meerdere mannen vlak achter elkaar seks heeft, dus dat er meerdere donaties zijn plaatsgevonden, de zonde komt al eens gevreden, dan is er dus een mengeling van mannelijk sperma. Allerlei soorten spermacellen van verschillende mannen zitten dan in die baarmoeder en in die eileiders. Dus die twee verschillende eitjes kunnen dan door twee verschillende mannen bevrucht worden. Dus je kunt een tweeling krijgen waarvan ieder toch een andere vader heeft. Dat kan inderdaad. Geen condoom gebruiken, dan kan er een winnend zaadje zijn. En hoe weet jij of het een schone chick is?
Ja, er zijn een aantal culturen op de wereld waar mannen die ziek zijn of die HIV hebben, die seks hebben met maagden, omdat ze denken dat ze dan genezen worden. Maar daar word je niet gezonder van, hè? Het is alleen dat ze dus die meisjes dus wel weer besmetten. Dus jongens en ook de dames die zich weer, ja, met het rokt beide. Je moet gewoon niet zonder condoom vrijen als de partner in kwestie zich niet heeft laten testen. Simpel. Hier volgt een korte waarschuwing voor de dames. Jongens of mannen die zeggen dat ze geen condoom om willen omdat het zo goed voelt, moet je heel ver van weg blijven. Want het zijn wandelende SOA-bommetjes waarschijnlijk. Want die gebruiken dus geen condoom. Dus die kunnen drager zijn van alles en nog wat. Pas op dus. Dit dus, dames. Ja, altijd eerst de tampon eruit voordat je een nieuwe tampon inbrengt. Ik ga er even van uit dat jij niet wist dat jouw partner HIV positief was en dat jullie dus onbeschermde seks hebben gehad. Kom je er dus later achter, word je door diegene gebeld van ja, sorry, maar ik ben HIV positief en jullie hebben onbeschermde seks gehad, dan moet je de komende maanden met condoom vrijen als je een andere partner hebt of nog steeds met die partner bent. Pas na 3 maanden kun je testen en dan weet je met zekerheid of je wel of niet besmet bent. Dus het duurt echt wel 3 maanden voordat het zichtbaar wordt in de testen. Dus ja, jongens, vrijen met condoom. Ja, het wordt overgedragen via sperma, vaginaal, vocht, anaal contact, bloed. Het kan op allerlei manieren. Zorg dat je weet of je partner SOA-vrij is en gebruik een condoom. Sommige vrouwen hebben maar 2 of 3 keer per jaar een menstruatie, soms zelfs minder. En die hebben dus ook geen eisprongen, waarschijnlijk. Dus dat is, als je niet zwanger wil worden, is dat wel fijn. Moet je nog wel steeds anticonceptie gebruiken, want je weet maar nooit waar die eisprong is. Maar het is wel lastig als je wel zwanger wil worden. Want als normale, zeg maar normaal, heb je iedere maand een eisprong. Dus heb je 12 keer per jaar een kans om zwanger te worden. Maar als jij maar 2, 3 keer per jaar een bloeding hebt, dan heb je maar 2, 3 keer per jaar een eisprong. Dan worden je kansen echt vele malen kleiner. Dus heb jij zo'n erg onregelmatige menstruatie dat je echt maar een paar keer per jaar een menstruatie hebt, of zelfs minder, ga dan wel naar de fertiliteitskliniek als je zwanger wil worden. Want waarschijnlijk heb je dan hormonen nodig om bijgestimuleerd te worden, dat er meer eisprongen komen. Nou, wat je moet doen, je komt er vaak pas achter op het moment dat je een orgasme hebt gehad en dat je het dus terugtrekt. En dan zie je dat het condoom gescheurd is. En ik denk van, gescheurd condoom. Kun je op dat moment niks meer mee doen. Ja, je kunt wel onder de douche gaan staan en je vagina uitspoelen als meisje, maar dat maakt niet uit. Die zaadcellen zitten al in je baarmoeder voor een groot deel. Dus wat je moet doen, dezelfde dag of de volgende dag naar de apotheek gaan, morning after pil halen en die nemen. En niet denken van, nou, het zal wel goed gaan, we gokken het erop. Nee, altijd na een gescheurd condoom een morning after pil halen. Ja, daarvoor zijn die dingen ontwikkeld. Dat is om te zorgen dat je cyclus iets uitgesteld wordt. Stel dat het bijna tegen eisprong aan zit, dan kan die morning after pil ervoor zorgen dat het eitje iets later komt, zodat die zaadcellen geen eitje tegenkomen. Dus bij een gescheurd condoom altijd morning after pil gaan halen, plus SOA-test gaan doen. Ja, want je weet niet wat diegene bij zich heeft. Kijk, als het je vaste vriendje is en jullie waren alle 2 maagd, ja, dan is er niks aan de hand. Dan hebben jullie geen SOA's bij je. Maar is dit gewoon een random iemand en je condoom scheurt, dan heb je als meisje iets meer kans op een SOA op te lopen dan een jongen. Ja, een SOA wordt sneller doorgegeven van jongen naar meisje dan van meisje naar jongen. Omdat bij een jongen komt er wat uit en bij een meisje gaat er wat in. En dat maakt dat vrouwen, meisjes dus gevoeliger zijn voor het oppikken van SOA's. Dus, sorry, je moet wel even aan de bak als je condoom scheurt. Dus zorg er daarom ook altijd voor dat je een goed passend condoom hebt. Want waarom scheurt een condoom? Hij is te groot of hij is te klein. Dus hij past niet goed. En dan krijg je dus problemen dat dit dus vaak kan scheuren. Dus, jongens, meten is weten. Nou, ik blijf het herhalen. Meet je penis in erectie, de lengte en de omtrek. Vooral de omtrek is het belangrijkste. En dan kijk je online welke maat condoom je moet hebben die bij jouw penis past. Ja, een goed passend condoom
kan bijna niet scheuren. Ja, je komt in de problemen als je maar gewoon at random een condoom ergens vandaan vist. Want het is niet jouw maat en dan kan die dus veel sneller kapot gaan. Ja, hier zijn geen cijfers van. Want ik weet niet hoe het bij jullie ging, maar op het moment toen ik zwanger werd, had ik niet zoiets van, oh, ik ga even ergens registreren hoeveel maanden ik bezig ben geweest om zwanger te worden. Kijk, het enige is dat ze wel weten, daar zijn wel cijfers van bekend, dat 80% van de vrouwen na het stoppen van de anticonceptie binnen een jaar zwanger zijn. Ja, want dan blijft er een percentage over, zo'n 20%, en die komen op een gegeven moment in het fertiliteitstraject terecht. Kijk, dat weten ze wel. Maar ze kunnen niet precies pinpointen van, oké, zoveel procent van de 18-jarigen is binnen 2 maanden zwanger, zoveel procent van de 20-jarigen is binnen zoveel maanden zwanger. Want er zijn geen cijfers van bekend. Als mensen zwanger worden, zijn ze zwanger. En dan ga je niet ergens aanmelden van, nou, ik heb er zo lang over gedaan. Dus, maar het is gewoon zo dat pubers op het hoogtepunt van hun vruchtbaarheid zijn. Nou, wederom een veel voorkomend probleem voor de mannen. Ja, hoe kan dat? Je hebt vel op vel. En je benen zitten dicht bij elkaar. En er zitten die ballen ook nog een keertje tussen. Het is allemaal lekker warm daar beneden. En dan wordt het een beetje zweterig. En dat gaat dus vel op vel plakken. Dus ligt er ook aan wat voor broek je aan hebt. Wat voor ondergoed je aan hebt. Als je een hele strakke broek aan hebt, zit je vel natuurlijk veel dichter tegen je lijf aan. En dat is ook een reden waar veel mannen, moet je maar eens opletten, af en toe even zo met hun been schudden. Of even zo door hun knieën zakken en weer gaan staan. Of even de boel met hun handen in de broeken even goed leggen. Omdat het plakt. Dus misschien dat de heren en de jongens hier wat tips kunnen geven. Ik heb al een keertje voorbij zien komen dat talkpoeder gebruiken goed werkt. Moet je ook niet te veel, dan gaat het weer klonteren en dan gaat het weer jeuken. Dus, maar misschien heeft iemand nog een goede tip waar je deze jongen mee kunt helpen. Nou, op zich heel slim van je dat je daaraan denkt. Want heel vaak wordt heel makkelijk gedacht over SOA's. Van, oh, je gaat even naar de dokter, antibiotica kuurtje, klaar. Maar er zijn een aantal SOA's die je dus nooit meer kwijtraakt. Het herpesvirus, dus koortslippen, is daar eentje van. Die is niet zo desastreus. Maar bijvoorbeeld het AIDS-virus, het HIV-virus, raak je nooit meer kwijt. Dus dat is ook wel heel vervelend. Ook al in je bloed je hele rest van je leven medicijnen slikken. Dus dat is ook vervelend. Het is wel zo dat het grootste deel van de SOA's behandelen is met antibiotica. Ja, daarvoor moet je ook naar de huisarts als je klachten hebt. Laat je testen en dat je dat laat behandelen. Op het moment als de behandeling voorbij is, je krijgt altijd een opdracht van zoveel maanden mag je dan geen onbeschermde seks hebben. Dus wel condoom gebruiken. Dan ben je daarna schoon, zoals dat heet. Dus dan is de SOA uit je lichaam en kun je daarna gewoon weer seksen zonder condoom. Maar zorg dan wel dat je nieuwe partner ook getest is. Want anders kun je gelijk weer een nieuwe SOA ophalen. Ja? En dan ga je van SOA naar antibiotica kuur, van SOA naar antibiotica kuur, van SOA naar antibiotica kuur. En als je heel vaak antibiotica kuren gebruikt, op een gegeven moment is je lichaam daaraan gewend. En dan reageert je lichaam niet heel goed meer op de antibiotica. Dat noemen ze resistent. Dus je kunt niet oneindig antibiotica blijven gebruiken. Dus dat is ook niet goed. Dus je kunt beter voorkomen dan genezen, zeggen ze altijd. Dus zorg dat je condooms gebruikt als je vrijt met iemand die je nog niet goed kent of die nog niet getest is.